Het is een gewone, zonnige donderdagmiddag na schooltijd, wanneer de 7-jarige Edward B. aanbelt bij de woning van de heer Van Kesteren om te vragen of deze kinderpostzegels wil bestellen. Nou, ik had al 2 keer kinderpostzegels besteld. Ik had ook zo'n deurzegeltje gekregen, maar dat was er afgewaaid, denk ik, kennelijk. Afgewaaid of afgepeuterd? Het woord zegt het al. Steeds meer peuters gebruiken tijdens die kinderpostzegelweek steeds agressievere verkoopmethoden. Ja, ik ken inderdaad wel collega's die er vrij erg harde verkoopmethoden maken. Ja, hoe je weer kinderpostzegels zijn verkoopt, dan schoten de autoriteit van zijn jongen binnen de groep. Nou, ik zeg, joh, ik heb al 2 keer kinderpostzegels besteld. Hij hield maar vol en dat werd dus een beetje duwen en trekken. Op een gegeven moment trekt hij zo'n pistool. Ik kon mijn ogen gewoon niet geloven, in Nederland zo'n pistool. En toen heb ik dus voor ongeveer 125 gulden kinderpostzegels moeten bestellen, heb ik voor getekend. Hij bleef maar zwaaien met dat pistool. Het gaat uiteindelijk om precies één geval dat wij tot op de bodem hebben uitgezocht, het geval Edward B. En als je dan in de Nederlandse kranten leest dat de Stichting Kinderpostzegels de afgelopen jaren door afpersing 16 miljoen gulden heeft binnengehaald, dan vraag je je af waar we eigenlijk journalistiek mee bezig zijn in Nederland. En ik geloof dat we die buitenlandse toestanden hier moeten zien te voorkomen. Misschien heb ik wel een zakmes of zo. Ja, voor maar daar ga ik hem niet voor mee bedreigen of zo. Dan, dat doe ik niet. Dat zijn echt een beetje overdreven rotkinderen. Het is gewoon om mijn nagels te veilen of zo. En volgens mij had hij ook drugs gebruikt. Dat kan je zien aan de ogen. Maar het is toch gewoon te gek dat je in Nederland de deur niet meer open durft te doen voor de kinderpostzegels. Uit het politieonderzoek is dus gebleken dat Edward B. die bewuste middag naar blokfluitles moest en al aan de late kant was. Dus hij had de fluit al uit de hoes gehaald en heeft toen bij die meneer aangebeld met hier de intekenlijst voor de kinderpostzegels en de fluit zo ongeveer onder de arm. Ja, of het was een geweer met een afgezaagde loop, dat doen ze dan. Dat zit zo, de loopzagen. Het is natuurlijk een heel vervelend incident geweest en wij willen dit in de toekomst zeker zien te voorkomen. En ik denk dan aan het zenden van een schrijven aan de ouders van de colporteurtjes, waarin we zeggen, ach, fouilleert u het kind even voor het de deur uitgaat, hè, zodat we niet het risico lopen dat het iets bij zich draagt dat als een wapen zou kunnen worden ervaren. Want wij vinden het heel belangrijk natuurlijk dat wij hier buitenlandse toestanden proberen te voorkomen. De pop is door TNO zo geconstrueerd dat hij op gezette tijden ineens in huilen uitbarst. En dat kan heel langdurig zijn en niet zo'n beetje ook. Ik zal het even demonstreren.